Vandaag op pad met Nico. We zijn vandaag te gast op de uh, boerderij, maar kinderboerderij, uh, hertenkamp. In ieder geval, we gaan het vragen. Adrie de Bruin, beheerder al jarenlang van dit Hertekamp, Adrie, Hertekamp, kinderboerderij. Hertekamp Burgamacht heet het uh, dus. Dat is de officiële benaming? Ja, zo hebben wij het genoemd toen wij het overnamen van de gemeente. En inmiddels doen we dit al ruim 25 jaar. Dus uh, we hebben inmiddels wel ervaring opgebouwd. Nee, dat kan ik me eigenlijk voorstellen. Uh, beheerder van het, uh, van het terrein, beheerder van de beesten. Uh, alleen? Ja, samen met de familie eigenlijk. Uh, mijn kinderen en mijn vrouw, uh, daar draaien we het een beetje mee. Uh. Ja, maar ja, financieel gezien, uh, hoe gaan we dat? Financieel, de eerste paar jaren we kwamen we net wat tekort en dus schuif je zelf wat bij. Maar de laatste jaren hebben we geen klagen. Okay. Uh, geen klagen, hoe bedoel je? Krijgen, worden we gesteund, gesponsord? Ja, we hebben 240 sponsors, okay. of donateurs. En de laatste vijf jaar hebben we dus een aantal bedrijven in of zeg maar twee. Die doen dus donaties van tussen de 2.000 en 3.000 euro. En dat is puur gekomen met de dijkverhoging. Dat we dus we zijn de onkosten ingejaagd eigenlijk. En we hebben dus in drie jaar tijd bijna hier alles vernieuwd. En daar zijn we die grote sponsors wel heel erg dankbaar voor. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar met de dijkverzwaring, met... hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, hoe kunnen we dat voorstellen? Veel overlast en de hekken moesten verplaatst worden... En dat is vernieuwd door het en Een heel klein gedeelte. Daar stond de rest van de, van de oude hekken die al 25 of 30 jaar of 40 jaar stonden. Daar stond er een beetje als verloren bij. En toen hebben we besloten alles te vernieuwen. Nou, en inclusief de, de schuilhut van de hetten, de, de schuren, teren, noem alles maar op. Alles is rond de vijver. Alles is nieuw afgezet. Dat is door boeren betaald hier tegenover het Hettenkamp. Dus het is gewoon een geweldig bedrijf hier. He? Een geweldig bedrijf waarin jij bedrijfsleider bent, maar werk je nog? Of hoe gaat dat? Nou, nee, je ik ben drie jaar geleden met vroeg pensioen gegaan. En ik deed dit vroeger wel naast mijn werk, maar dit bevalt beter. Ja. <laughs> dat kan ik me wel voorstellen. Ik kan nu je eigen dagen indienen. Ik kan je eigen dagen indelen natuurlijk. Helemaal geweldig. En wat hebben hier zoal lopen? Want herten, maar ook de rest. Ja, er lopen wat herten en uh, kangaroes, emoes, uh, ganzen, eenden, kippen, uh, pauwen. En nu zijn de schapen aan het lammeren, dus, uh, de loop je... en de ezels niet te vergeten. Die zijn hier ook al vanaf het begin dan wij het doen eigenlijk. We hebben het eigenlijk zelf uitgebreid. Vroeger waren er alleen maar herten en ezels. Okay. En dat was het. En nu uh, is het gewoon een keur van dieren eigenlijk. Ja. Een keur van dieren, maar ook wel wat vreemde dieren, want er lopen ook wel knijntjes en kippies rond ja. die eigenlijk niet van jou zijn. Nee, er is uh, eigenlijk van ganzen, uh, kippen, eenden. Uh, konijnen is er helemaal niks van ons. En er worden 200 kippen per jaar gedumpt en 50 konijnen worden er gedumpt. Uh, ho Hoezo? Ja, dat mensen gaan straks op vakantie. Het voorjaarsvakantie begint het al. En dan met de grote vakantie, dan wordt hier massaal gedumpt. Want dan willen ze hun huisdier, wat dat dan geen huisdier is, maar willen ze wel kwijt. En dat brengen ze dan bij jou. Ja, dat dumpen ze hier. En dat komt ook zo tegenwoordig als je je konijntje op vakantie wegbrengt, net als een hond. Ja. Dat kost tegenwoordig ook gewoon 10, 12 euro. Nou ja, in de winkel koop je voor 20 euro geloof een nieuw konijntje Dan zeggen ze dan, we gaan 14 dagen vakantie. We gooien dan gooien je die konijn maar hier neer. Dan zijn we die kosten in ieder geval kwijt. Dat, uh... ja, en geeft zult het eten. Ja, alleen maar de meeste die hier komen in een slechte periode is nat. Dus die zijn met, de meeste zijn we drie dagen dood. Ja, ja. Die overleven het niet. Uh, dus uh, hoe doe je dat met het voeren, het voederen van de, van de beesten? Uh, het eten en zo, uh, bekostiging. Ja, het voeren. Het, we hebben natuurlijk van de plusmarkt hier het brood en uh, dat, dat, daar hebben we dus heel veel brood. Dat kunnen we goed gebruiken, vooral de lammertijd. Ja. Maar voor de rest, uh, financieel zijn we gezond. Dus het voer kopen we tegenwoordig in Haastrecht. Dat was de fabriek die eerst hier stond. Ja, ja, ja. Het is nu uh, een andere naam geworden dan. Maar uh, ja, dat gaat heel goed. Uh, financieel zijn we ook heel erg gezond. Daar ben ik heel erg blij mee. We hoeven nooit te bezuinigen. Nu is er een beest ziek. Wat doen we ermee? Weet je wel. We wordt allemaal netjes geregeld met de veeartsen. Meestal doen we eigenlijk zelf. Mag misschien ook niet echt, maar. Uh... Dat heeft de VS mezelf geleerd. Dus. Ja, financieel zijn we gezond. Ja, dan moet je natuurlijk. Ben je een stichting of een vereniging? Hoe zit dat? We zijn een stichting. Dat zijn we op een gegeven moment geworden. Omdat wij ook kunstmest gebruiken en bepaalde bestrijdingsmiddelen. En dat kon niet meer. Of je moest ingeschreven staan met de Kamer van Koophandel. Want ze moesten weten wie er bijvoorbeeld wat kocht. Want met kunstmest kun je ook nog rare dingen doen. Dat heb je misschien in Noorwegen wel eens gezien. Ja, ja, ja. Nou, dus niet dat ik dat van plan was, maar er wordt toch in Nederland wel gelukkig wel nagekeken wie het koopt. Hoewel dit waarschijnlijk altijd kan krijgen. Maar... En nu, nou ja, 4, 25 jaar al hier beheerder. Uh, ja, lekker zo uh, geweldig. Of zeg je van nou, ik heb hem het langste tijd toch gehad? Nou, de langste tijd die zal ik wel gehad hebben, denk ik. Maar uh, ik doe het nog steeds met plezier. Ik hoop zeker nog wel. Uh... Nou ja, de 25 jaar zit al aardig op te schieten, dus dat hoop ik zeker mee te maken. Maar dan ga ik gerust nog wel een jaar of vijf door, hoop ik tenminste. Je moet natuurlijk wel gezond blijven, dat is het punt natuurlijk. Nee, dat staat en ligt met alles natuurlijk. Maar wat jou betreft, lekker zo doorgaan als wat, wat we hebben. Ja, ik ga het zeker zo door. En uh, uitbreiden zit er niet meer in. Uh, alleen een stuk dijk daar nog. Dat komt er nog weer terug dan waarschijnlijk. Okay. Want daar hebben toen uh, met de dijkverhoging zijn we kwijt kwijtgeraakt. Er zijn parkeerplaatsen gekomen. Alleen de dijk moet nog afgezet worden, maar dan zijn ze met hoogheimschap vergeten. Dus, uh... Uh, <laughs> dat komt nog. Dat komt zeker nog, ja. Uh, nou, ik wens u in ieder geval heel veel succes, plezier uh, met hier. Maar ik heb nog één vraag. Komen er nou veel kinderen, komen er nou veel mensen kijken? Uh, nu zie je toevallig uh, deze week, uh, ja, komen er zeg maar honderd kinderen. Die komen bij de lammetjes kijken en dat soort dingen. Maar voor de rest zijn we met de open dag. Dat varieert. We hebben wel eens 150 bezoekers, maar hebben we hebben ook wel eens 500 bezoekers gehad. Dus het hangt van het weer af. En mensen die hier heel veel geweest zijn binnen, die hebben het ook misschien wel een keer gezien. Dat, uh, maar uh, we tellen dus zondags wel eens, in de winterdag, uh, mooi zonnig weer. Dan tellen wij hier ook bijna 500 mensen. Die van het dorp komen wandelen door het nieuwe natuurgebied hier. En die pikken dit rondje gelijk mee. En, uh, dus uh, het leeft zeker in programma's. Ik denk dat een hoop mensen blij zijn dat er is. De opa's met kinderen, dat soort dingen. Dat, dat zie je hier dagelijks. Ja. Dus uh, het is niet zo, als jongens, uh, wat moet, moet het spul weg of zo? Nee, dit moet juist blijven. Tenminste, dat vind ik dus. Mag ik jou daar heel veel succes bij wensen ja, en daar nog lang uh, hiervan mag genieten? Ja, dankjewel. En uh, dat gaat zeker lukken. Ik, euh, ik hoop euh, eerlijk en oprecht dat u ook als kijker een beetje wijzer bent geworden van het Hertenkamp Bergen-Almacht hier. Wat Nico betreft, zegt hij heel erg graag. Tot horens. Dag.